Bij de uitreiking van grondpapieren gisteren in ons district is de knoop doorgehakt door minister Steven Reliefeld van Ruimtelijke Ordening, Grond en Bosbeheer. De bewindsman heeft gisteren diverse essentiële schakels bij de uitgifte van grond reeds toegezegd aan Nikeri. Zo komt er naast de grondinspectie en het GLIS ook de faciliteit dat bewilliging na voldoen van de kosten ook in Nikeri kan geschieden. De reports vroeg Reliefeld wat de doorslag heeft gegeven voor de beslissingen. Nou, de doorslag is natuurlijk om versneld de achterstand in te lopen. En daarvoor ga je kijken wat de moeilijkheden zijn. En dit zijn de moeilijkheden die wij vandaag aan de dependance van RGB hebben aangeboden. Om de Nikeriaanse gemeenschap toch vlotter te dienen met hun belang. Betekent dat dat de beschikkingen op korte termijn nu af zullen zijn? Ze zullen versneld worden voorbereid en versneld worden verstrekt met deze methode die ik nu heb aangeboden. Binnen hoeveel tijd kunnen we weer de volgende beschikkingen uitgereikt zien? Het zal niet meer lang duren voordat ik weer in Nikeri aanwezig zal zijn. U heeft gehoord dat de heer Doekie heeft aangegeven dat wij in voorbereiding hebben om een woningbouwprogramma hier op te starten. Dat betekent dat je eerst de grond zou moeten verkavelen en daarna gaan we de beschikkingen moeten uitreiken en de woningen. Ook GLIS komt naar Nikeri. Wat zal het effect zijn? Het effect zal zijn een stukje transparantie, een stukje efficiëntie en een stukje verdere ontwikkeling van Nikeri. Minister Reliefeld die aangeeft dat zijn beslissing geoorloofd was in het kader van een versnelde afhandeling van zaken voor de Nikeriaan, maar ook voor een stuk transparantie.